Goedemiddag. Ik sta naast die nieuwe auto. Ik ga hem even uitleggen door middel van dit filmpje. In de deur heb je de knopjes zitten voor de ramen. Met deze kan je ze achter vastzetten. Links achter, rechts achter, links voor, rechts voor. Even inzetten. Op deze manier kan je de spiegel aan de linkerkant stellen door te bewegen. En zo de rechter. Ik ga hem even starten. Even een momentje. Hier heb je de automatische verlichting. Even de ventilatie wat zachter. Zo. Automatische verlichting. Op deze manier gaat hij automatisch aan. Even de radio ook wat zachter. Even kijken. Dan heb je hieronder heb je de cruise control. Staat op deze manier gelijk, zie je het groene icoontje. Dat geeft aan dat je hem kan gaan gebruiken. Als je hier op plus drukt, dan kan je hem vastzetten bij de gewenste snelheid. En dan kan je je gas loslaten met plus en min harder zachter rijden. Reset, wanneer je de rem hebt ingetrapt, kan je met reset terug naar de laatste gewenste snelheid. En met deze kan je alles vergeten. Dan gaan we even naar de andere kant. Hiermee kan je door je menu heen scrollen om te kijken wat je verbruik is bijvoorbeeld. Aan de andere kant achter het stuur, aan de rechterkant, heb je de volume, plus min en die mute knop in het midden. Ruitenwisser, door eraan te draaien gaat hij aan de achterkant. Als je naar beneden doet, gaat hij aan de voorkant en dan naar je toe is sproeien. Dan hebben we hier de ventilatie. Hier kan je bepalen waar die blaast. Hier wordt. En deze voor koud warm. Spreekt een beetje voor zich. Maar we slaan het niet over. Deze voor het start-stop systeem. Zie je ook hier in beeld. Staat standaard vanuit de fabriek aan. Dus als je hem op deze manier erop drukt, brandt het lampje en dan staat hij uit. Eco-stand zie je ook terugkomen hier. Dan kan je iets zuiniger rijden. Het zal ongeveer een halve liter schelen op de 100 kilometer. Dus het is niet heel veel. Dan heb je hier gevarenlichten. Deuren automatisch afsluiten. Radio. Voorinstellingen. Er zijn al wat zenders voorgeprogrammeerd. Mocht je bij lijst bijvoorbeeld radio 10. Dan kan je hem hier vasthouden. En dan kan je hem zo voorprogrammeren als zender. Media, hier kan je de telefoon koppelen natuurlijk en dan kunt u eventueel Spotify afluisteren van uw telefoon. Naar de telefoon kan je naar de belgeschiedenis enzovoort, naar je contactpersonen. Navigatie, adres en dan kan je invoeren land, stad, straat en huisnummer en dan op start drukken om de gewenste route te gaan rijden. Instellingen, dat zijn algemene instellingen. Volume, snelheid enzovoort. Display. Hier voor je Bluetooth apparaten enzovoort. En hier kan je de taal wijzigen en de klok. Dus hier is ook de volume. En dan heb je in het hier zo zit het nippeltje. Die je voor de gasaansluiting nodig hebt op het moment dat je gaat tanken. En in het dashboardkastje liggen netjes de boekjes van de auto. Dus mocht u nog vragen hebben daarna, laat het gerust weten. Dan weet u hoe u mij kunt bereiken. We wensen u via deze weg alvast een heel fijn weekend en tot maandag.